Er gebeurden natuurlijk dingen die niet mochten. Ik wil wel zeggen dat ik zelf wel eens iets heb gedaan wat zeker niet mocht. Ik herinner me, we zaten toen met de batterij in het buitenhuis van de heren van de Pamanukan en Tjassemande. Schitterend. Daar hadden we last van een groep tegenstanders. Het hoofd daarvan was een haji. Ik heb hem diverse malen gegrepen, ingeleverd. En dan kwam hij na 2 weken weer terug. Weer gegrepen, kwam weer terug. Het was een erkende, dat wisten we, dat het erkende tegenstander. En op een gegeven moment een patrouille met inlichtingen op zoek naar die groep. Stoten we op hem, grijp hem, heb hem doodgeschoten. Mag niet. Ik heb het wel gedaan. Ik heb er nu geen spijt van. Maar dat mag helemaal niet.